Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSPD voor Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim en met mijn collega. En we hebben eigenlijk niet zoveel te vertellen, dus we gaan gewoon meteen de straat op. Het is koud, ik heb de lange mouwen aan, de collega dacht, doe de korte mouwen aan en we gaan. En ik ben wel een beetje ziek, maar ja, dat kan gebeuren toch. Vandaar met de B-klasse, mooi ding. Nieuwe striping, de dikkere striping, OV-striping heet het geloof ik. Eens kijken wat voor leuke meldingen we vandaag gaan krijgen. Of misschien kunnen we nog wat voertuigen controleren. Of personen, of die motor, nee die heeft niks misdaan. We houden alles en iedereen in de gaten. Wie heeft nou groen met dit stoplicht? Want ik niet. Want linksaf heeft geen groen. Nu heeft rechtdoor pas groen. Jij rijdt dus rood. Ik kan het niet controleren, want ik heb het niet gezien. Ik mag hem niet bekeuren moet ik zeggen, want ik heb het niet gezien. Ik zag dat wij groen hadden toen hij nog doorreed, maar dat betekent niet dat hij geen groen meer had. Dus als een agent ooit jou aan de kant wil zetten en zegt van ja, je rijdt rood. Maar hij staat voor jou, dus hij kan er nooit gezien hebben, dan mag hij je niet bekeuren. Meen ik, denk ik, weet ik 100% zeker. Ze moeten het gezien hebben. Het kan net zo goed zijn als jij zegt, ja maar het stoplicht stond op groen. Dan kunnen ze niks maken, tenzij er een collega van hun weer achter jou stond die zag dat het duidelijk rood was. Dus ik ga niks met dit voertuig doen. Ook het aanspreken, maar daar heb ik nu geen zin in. Ik snap alleen niet wat we hier ook zitten te doen. Die motor, oké, dat hij rechts langs gaat, dat snap ik nog. Maar deze mevrouw, het zijn twee baans, zeg, in drie baans. Zeg maar. Zoals zij staat. Dan hoor je niet te rijden. Ze rijden ook gewoon verder. Dus die gaan we wel aan de kant zetten. Oep. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. En die mag maar even volgen. En ze rijdt waarschijnlijk met een... met een verlopen rijbewijs als zij de eigenaar is. Oh ja, ik was weer aan het kijken, ik heb iemand naast me zitten, dat vergeet ik steeds. Goedendag mevrouw, Wim is de naam. Oh, ik zie nog wat resten van drugs mogelijk. Ik wil eerst even een rijbewijs zien, laten we daar eens mee beginnen. Nou, die is verlopen, daar krijg je sowieso een bekeuring voor. Weet je dat je rijbewijs is verlopen? Ze zegt, ik heb hem laten vernieuwen. Weet je zeker dat je data klopt? Ja, dat klopt. Wordt gewoon geüpdate. Maar ja, goed, mijn collega zal even bellen. Naar, hoe heet dat gebeuren allemaal? CJIB of zo. Die kunnen dat ook nog eens zien. Maar goed, dan gaan we allemaal geen aandacht geven. Ik wil even, heb je iets illegaals bij in het voertuig? Iets gedronken of drugs genomen? Je zegt gewoon ja op de drugs. Zitten er dingen die in het voertuig zijn die dus niet mogen, waar ik eventueel op moet gaan doorzoeken? Nou, dat zegt ze van niet. Ik ga je even laten blazen en je mag nog even een drugstest afnemen, want de reden van de staanhouding is dus eigenlijk het door het midden rijden van je weet wel, de banen, wat niet de bedoeling is. En ze weigert om mee te helpen aan een alcoholtest. Drugstest doet ze wel mee, positief of cocaïne, mag uitstappen, bij deze aangehouden voor rijden onder invloed. En dan ben je niet altijd verplicht, maar omdraaien. Want je gaat in de boeien en met ons ben je naar het politiebureau. Voertuig kunnen niet blijven staan, dus gaan we laten afslepen. Of
verder. Had je wel kunnen blijven staan, had je gewoon kunnen parkeren. Maar dat maakt niet uit. Instappen. We gaan even terug naar ons eigen bureau. Oh, daar komt een gestolen voertuig. Maar we moeten helaas eerst deze mevrouw inboeken. Hij knalde wel op een muurtje of iets. Toen naar de officer. Ja, ja, ja. Maar die gestolen auto is al weg, zo te zien. Oh, dat is vooruit. Ik wil achteruit. Nou, nu gaan we nog meer boefjes vangen. Ik krijg een melding van een mogelijk gestolen voertuig. Nou, eerder, we krijgen een melding dat er een voertuig staat die mogelijk gestolen is. Het is niet dat iemand op dit moment een voertuig heeft gestolen en daarmee rijdt. We moeten dus even een onderzoekje doen. Dan staat een voertuig bijvoorbeeld in een steeg of zo. Zo krijgen we, of ja, zo krijgt de politie regelmatig meldingen van hey, je staat een scooter al een paar weken, misschien komt die van een diefstal of zo. En dan blijkt dat ook vaak zo te zijn. Nou, in dit geval is er met een voertuig. Staat dus ergens geparkeerd. En die is mogelijk gestolen. Oh, spiegeltjes wel even kijken. We gaan daar ter plaatse. We gaan het kenteken nakijken. En als het kenteken... als er uitkomt dat die gestolen is, dan gaat het voertuig uiteraard met mij mee. Of met ons mee. Eerder met een takelwagen mee. Het is weekend. Ik heb gewoon gewerkt de afgelopen week. En dan kom je thuis. En dan word je pas echt ziek. Dat is altijd zo vervelend. Maar nu wil ik allemaal leuke dingen gaan doen dit weekend. Maar het lijkt me echt beter als ik dat niet doe. Want ik heb dat een keer gedaan. En toen was ik dus echt 3 dagen ziek. Toen dacht ik, ja, ik kan gewoon sporten. Ik kan gewoon dit doen. Ik kan gewoon dat doen. Toen was ik nog eens 5 dagen daarna ziek. En ik weet zeker. Ja, waarom stop je nou? Godsamme, zo'n beetje stomme. Ik weet zeker, als ik nu gewoon even het hele weekend thuis blijf, dat ik dan ook gewoon maandag misschien weer beter ben, of zo goed als beter. Oeh. Wij zijn ter plaatse. Inspecteur. Wat? Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6-0 Uniform Hotel CR899. Ik ga hier nog even naar binnen. Oh, hier staat iets. Ah, we hadden hier gewoon naar binnen moeten gaan. Goedendag schotelleren, politie. We hebben een onderzoekingsbevel. Helemaal niet, nee klopt, maar we gaan gewoon bluffen. En wacht. Wat? Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 9, 5, Oscar, Alpha, oh. Lima, 9, 2, 8. Oh my god, wat is dit? Waarom is dat groene stipje? Daar word ik zo gek van. Hè. Groene stipje. Oké, ik ga eens met deze beste meneer praten. Goedendag. Hallo. Ik vraag van, is dit van jou? En hij zegt, nee man, dit zijn gewoon allemaal, ik ben gewoon een zielige medewerker. Ik vraag van, kun je me iets vertellen over de voertuigen hier? Hij zegt, nou niet echt, ik doe gewoon het werk wat me wordt opgedragen. Heb je voor mij alvast een identiteitsbewijs? Dankjewel Gaylord. Wie heet dat nou Gaylord? Wat is dat voor een trieste naam voor iemand? Hallo, kun je dat ding even... We gaan niet slaan trouwens. Hè? Hallo meneer, is dit van nou?
Hij zegt van nee, ik... het is ook niet van hem, hij zegt nee, ik werk hier alleen als er iets te doen is. Oké, okay. Dat is verdacht. Ook van jou, in het testbewijs, even blijven staan, geen kant op gaan. Lamar. En 1941, beste man, dat lijkt me niet. Hij zegt dus wel, de baas laat ons kentekens veranderen van voertuigen. Dus, we nemen een voertuig binnen, we veranderen het voertuig. En vervolgens doen we er een ander kentekenplaat op ofzo. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 9, 2, Zulu, Oscar, Oscar, 3, 4, 1. Hier kan ik toch potsamme niks mee. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 3, 6, X-ray. En maar luister, het is zo simpel allemaal. Jij beweert dit. Ik kan hier op dit moment niks. Ik weet niet of ik met jou kan praten. Hoi. Hey. Ah, dit is de eigenaar. Waarom staan hier zoveel dure voertuigen? Ja, wat een vraag. Oh, 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 kut. Ik ben niet zo'n... Oké. Okay. Er stonden nog andere vragen. Nee, beste man, luister eens. Al deze voertuigen niet verzekerd, ze zijn in ieder geval niet gestolen. Het zou raar zijn als ik nu pas aan hem heb gevraagd van ik wil de kentekens controleren tot dan iets anders uitkomt. Maar het hele zaakje, dat klopt niet helemaal. Dus ik ga hier alles in beslag nemen. Jij mag naar buiten. Bij deze verzegeld ofzo. En ik laat de recherche dit verder onderzoeken. Jij gaat naar ergens heen. Ik wil van jou een identiteitsbewijs zien. En ja, dat. Ik heb deze hele melding helemaal verkeerd afgehandeld, maar dit gaan we gewoon doen. De recherche komt hier maar, of technische, weet ik voor wie allemaal. Kom dit onderzoeken. Je gaat naar buiten. Niet die kan hem in ieder geval. Ook niet met die auto. Waarom ren jij weg? Heb ik jou gezegd om weg te rennen? Nee, ik ben helemaal klaar met deze melding. Volgt hier in eerste instantie ja. Het richtvallenwagen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dus alles in beslag genomen. Politie, ja dat zijn wij trouwens. Maar collega's gaan nog verder onderzoeken. En we hebben de melding perfect afgehandeld. 5 reten voor mij. We gaan door. We have a possible 211 in Palato Bay. Ja nee, daar ga ik wat heen rijden naar Palito Bay. Zeg maar 10 kilometer zoals jullie zagen. Citizens report. Aha, gestolen fiets. Spanish Avenue. Iemand heeft een fiets gestolen en die gaat hier nu ergens. Die fiets hier nu ergens. Ik zie hem alleen niet. Is dit de Spanish Avenue? Ik heb het gevoel dat hij langs me... Hij gaat echt letterlijk langs me hier. Zie je dat? Ergens hier zit hij te fietsen. Ah daar. Mevrouw, blijf even staan. Hallo, mevrouw. Ja, goeiedag. Hoi. Ik wil gewoon even praten. Staan blijven. Kom op. Nou. Mevrouw, hallo. Mevrouw, hallo. Luister eens even. Taser, taser, taser. In ieder geval al richten. Rustig aan, hè. Op knietjes. Je bent aangehouden. Diefstal van een fiets. Denk ik, je rent er in ieder geval vandoor. Ik neem aan dus dat je die fiets hebt gejat. Transport je deze kant op, want ik heb gezin om zelf te transporteren. Wij gaan de fiets even pakken. Als er nou een busje komt, ja. Dan kan dat busje meteen die fiets meenemen. Zo, die fiets laten we maar staan.
De collega's met de bus die nemen de fiets mee. En wij gaan door naar... We gaan maar meldingen inspannen. Ik heb geen zin om te wachten op meldingen. Het regent. Dat is niet leuk. Bericht voor alle wagen. Rijdt u alstublieft prio 2. 2? Ja, oké. Okay. We gaan melden van een inbraak. Mogelijk, dat wordt dus mogelijk ingebroken en er gaat een stil alarm af in die woning. Het kan dus zijn, oh het is glad natuurlijk. Het kan dus zijn tot de eigenaar het alarm heeft verbonden met een alarmcentrale die dus nu de melding doorschakelt naar het OC van de politie. En wij gaan even kijken. Met meerdere eenheden mag ik hopen. Ik zie wat blauw achter mij reflecteren. Ik neem aan dat er meerdere eenheden onderweg zijn die misschien wel prio 1 toestemming hebben gekregen. Een bericht voor alle wagen. Een voertuig hier. De collega houdt het voertuig even in de gaten. Hij wordt aangereden. Ik ga het voor in aantrekken. 0, 5, Alpha, Zulu, Golf, 8, 4, 4. Goedendag politie. Politie. Als trouwens iemand beter laat willen betrappen, is het niet handig om politie te roepen. Collega, blijf even bij de voorzijde van de woning staan. Hey, oh god, ik schreeuw me helemaal de perspleuris. Niemand op het dak. Daar zijn de collega's bij. Nee, niemand hier aangetroffen bij de woning. Dat is het niet deze woning. Jawel. Het is wel deze woning. En deze man, ja, we gaan even controleren. Goedemiddag meneer. Hallo. Wat ben je hier aan het doen meneer? Ah ja, oké. Okay. Ja, hij zegt ik ben van het alarmbedrijf. En hier zou een melding zijn geweest. Oké, okay, weet je wat... weet je wat mis is met het systeem? Dat weet ik niet. Heb je wel wat bewijs dat je hier werkt? Oké. Okay. Nou, dit maar niet. Ja, oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Dankjewel, dat is alles. Nou, eigenlijk heeft hij wel goed gehandeld. Hij heeft dus... hij heeft dus aangegeven van... Of ja, hij heeft hier gewacht. De politie heeft een rondje gedaan om de woning. Niks aangetroffen bij de woning. Er zou dus een melding zijn dat het systeem niet helemaal functioneert. En dat kan wel eens tot dus gewoon het systeem een alarm geven. Maar dat lijkt dus een error te zijn. Hij blijkt gewoon een medewerker te zijn. En wij zitten... ja, wij kunnen we door. En hij fixt het systeem. Ik heb aangegeven tegen hem van ja, dat was zeg maar een optie van het script. Eerst de politie bellen, dan pas zelf handelen. Dat moest ik tegen hem zeggen, maar eigenlijk had hij dat al gedaan. Want ja, hij is gewoon blijven wachten. Ook al was hij als eerste te plaatsen. Volgt hij in eerste als je een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens? We have a disturbance on Heritage Way. Dan krijg je nu weer een melding van een persoon die niet weg wilt uit een gebied.
zou geen sprake zijn van agressie ofzo, hij wil gewoon niet weg. Nou, die auto, de middelste is groen, die auto die linksaf ging, die had is groen, maar er staat ook een pijl voor linksaf. Ja, dat is dan de verkeerde denk ik. Hallo. Even dankjewel voor het komen gaan. Deze man die was hier rond aan het... Wacht even. Ik vind hem wat overdreven, maar hij praat al voor mij. Wait up! Meneer, even sluizen. You ain't never getting out of prison. Nee, nu ben ik weer die. Dat deed ik de vorige keer ook al. Oeps, foutje, kan gebeuren toch. Go on! Voor mijn identiteitsbewijs zit, laten we dat eerst even doen. Ik ga hem niet aanhouden, ik ga hem gewoon, ik heb zijn gegevens, nooit eerder gebeurd. Hij was hier gewoon even aan het rondkijken tijdens een video shoot zeg maar. Mensen hadden hem gevraagd te vertrekken, heeft hij niet gedaan, maar ja goed. Bij deze heb ik hem gezegd nu te vertrekken en dat heeft hij gedaan. En wij gaan door. Ik zie een verkeersongeval gebeurd. Ga je net door. Dan gaat er eentje vandoor. Maar dat lijkt me toch anders. Mevrouw, blijf even staan. Mevrouw, hallo. Waar de fuck, Hey. Staan blijven, kom op. Je hebt net een ongeval gehad. Je moet er nu niet vandoor gaan als de politie komt. Staan blijven. Zo. Meewerken. Ben je dood? Ze is dood. Ah nee. Waarom werkt die E nog steeds niet? Ja, nu werkt die wel. Maar ik wil gewoon aanhouden. Zo. En nou, waarom werkt dit ook niet meer? Ik heb het gevoel dat Wim een andere stem heeft, die misschien ook verkouden. Oh, mijn collega houdt eraan, dan ga ik alvast even kijken of er gewonnen zijn. De melding was dus voertuigongeval, eentje op kop, eentje daar bovenop, die rolde eraf toen we ter plaatse kwamen. Goedendag meneer, hoe gaat het ermee? Ben je zelf een agent of wat heb je om? Ik weet niet. Hier zit niemand in. Zij kroop net uit dit voertuig. Ik ga weer toch even een ambulance laten komen. Normaal moet er natuurlijk nog een klein onderzoekje komen. Door de VOA ofzo, of door ons. Dat gaan we allemaal niet doen. Dat doen we allemaal niet meer aan. Ik op de ambu A2. Meneer gaat de controle even mee naar het ziekenhuis, wij melden ons weer beschikbaar voor de C. En dan gaan we naar de laatste melden voor vandaag, want we hebben er geloof ik wel weer een paar gehad. Natuurlijk hebben we veel tijd besteed aan die, aan het onderzoek, omdat we erachter kwamen tot dat uiteindelijk binnen bleek te zijn. Ja, ik heb die vrouw inderdaad te laten staan, maar ja.
domestic disturbance, dat is geloof ik huiselijk geweld of overlast. Wat is het ook alweer? Ik weet dat niet, hè. Hier is in ieder geval een melding gaande. Ik denk echt dat het, we... Ik ken dat huisje, moeten hier zo... Moeten hier naartoe. Zo, we zijn ter plaatse. Ja. Ik hoor het alweer. Dikke 40G. Goeiedag, hotel politie. Hallo, ja, goeiedag dames. Toch, ja. Hallo. You want a glass of carrot? I'll rip you apart like a... Hey, rustig aan dames. Wat is hier allemaal aan dan? Ga even rustig. Als jij even weggaat. Was dit het? Wat een kutmelding, op. Sorry. Ik wil even wat gegeven van jullie. En met jou ook. De ene zegt, nou doe iets aan je verlopen ID. Iets was, ja je bent aan het vreemd gaan. De ander zegt, ja dit dat, het zal wel. Wim zegt, ga eens even wandelen. En zij zeggen, oké, is goed. En weg zijn ze en melding afgehandeld. Wat een onzin. Vinden jullie ook niet collega's met een tiran? Wat vinden jullie nou eigenlijk mooier? Jullie kijkers. Zo'n tiran met normale striping of zo'n B-klasse? Laat het weten in de comments. Oh, sorry. En ik ga jullie bedanken voor het kijken, want ik ga door met de volgende video opnemen. Het voordeel van ziek zijn, nee eigenlijk is er geen voordeel van ziek zijn, maar wat je wel, als je je niet beroerd voelt in dat opzicht, dat je gewoon je neus dicht hebt en moet hoesten en snotteren en dat, maar als je gewoon verder niet misselijk of zo bent en niet moet kotsen, dan kun je gewoon opnemen toch? Dus dat gaan we ook lekker doen vandaag, alleen niet te lang achter de computer, want dat doet pijn aan de oogjes. Maar ja, dat is gewoon een algemene tip, dus ook als je niet ziek bent. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan, joejoe!